Hoi allemaal! Misschien herken je mijn intro nog van een paar weken geleden. Toen heb ik namelijk aangekondigd dat ik zou gaan proefstuderen. Heb je die video nog niet gezien? Klik dan vooral even om hem te bekijken. En dan geef jullie even de tijd voor. Ja? Heb je hem gekeken? Top! Gaan we snel verder. In deze video zien jullie kort wat ik gedaan heb. En daarna zal ik even vertellen wat ik ervan vond. Enjoy! Tijdens het proefstuderen gaan we naar verschillende onderwerpen kijken. We hebben eerst even een soort van korte uitleg over de opleiding en een Kahoot quiz. Daarna hebben we een mini hoorcollege, een practicum, pauze en daarna kijken we even naar keuringsdienst van waarde. En daarna hebben we een rondleiding door de school. Nou, de uitleg en details zal ik jullie een beetje besparen, maar je kan hierboven kan je heel even klikken om meer informatie te vinden over de opleiding. Maar nu beginnen we eerst even met de Kahoot quiz. Na een korte uitleg over tarwe en gluten gaan we vervolgens zelf brood bakken. En dat doe ik op jouw manier dan. Ja. Oké. Okay. Brood maken met tarwevleer. Terwijl wij pauze houden en naar keuringsdienst van waarde kijken, gaan de broodjes de oven in. En dan komt natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat vonden jullie ervan? Nou, wat ik ervan vond. Ten eerste vond ik het echt super leuk dat mijn klasgenootjes proefstuurdag georganiseerd hebben. Dat hebben ze gedaan voor hun stage. Dus dat is wel heel leuk. Ik vond de verdeling praktijk en theorie net even iets te veel richting praktijk hangen in de proefstuurdag. Je hebt wel 3 keer per blok in het eerste jaar sowieso heb je koken. Maar daarnaast heb je ook nog chemie, fysiologie, wat wel wat pittiger is en dat komt iets minder naar voren. Dus dat zou ik heel leuk vinden om de volgende keer bij een proefstuurdag ook iets meer te zien. Ik hoop dat jullie het heel erg interessant vonden. Hier kan je nog even de video van Sofia bekijken en hier kan je nog even mijn laatste video bekijken. Graag zie ik jullie volgende week maandag om 4 uur weer. Tot dan! Doeg!